Breda Nu. Je weet het meteen. Breda Actief, Social Work, Grote Broer, Buurtsport Hogevucht en Sterren van Morgen organiseerden de derde Ramadan Cup Breda. 200 voetballers, 20 teams, een laaiend enthousiast publiek en sportief gespeelde wedstrijden op hoog niveau. En dat allemaal in het holst van de nacht. De Ramadan Cup is eigenlijk bedacht om eigenlijk het overlast wat in de nachten voorkomt eigenlijk een beetje tegen te gaan. Ja, niet zozeer overlast, maar ja, wat je hebt is dat in de nachten, hè, wanneer alle jeugdigen, met name van moslimreligie, wanneer die klaar zijn met bidden, klaar zijn met de moskee, en dan gaan ze met hun vrienden afspreken en dan komen ze bij elkaar. En het kan ook voorkomen dat er mensen zijn die daar last van hebben of wat dan ook. Dus we hebben bedacht van, hey, weet je wat, deze gasten verdienen gewoon complex, snap je? Dus we hebben bedacht, weet je wat, we gaan gewoon een Ramadan Cup doen. Het is eigenlijk een voetbaltoernooi, maar dan in de nacht. We hebben het samen georganiseerd de afgelopen jaren. En dit jaar hebben we de handen bijeengestoken. En ja, je kan zien dat het een echt succes is. Ik ben zelf ook blij dat het zo ver heeft mogen komen. Hoe dit verschilt van een normale voetbaltoernooi en hoe de sfeer is. Ja, dat is gewoon, ze kunnen veel meer van elkaar hebben. Dat is gewoon heel mooi om te zien wel. Ik kan wel zeggen dat het veel gezelliger is. Ja, dus je hebt te maken met meer cohesie hier. Alle groepen zijn hier samen. Dus ik vind het wel fijn. Goed geregeld. Het idee is ooit gekomen vanuit mijn vader. Die was in Marokko. En in Marokko is dit zeg maar elk jaar een traditie. En ik ben mooi dat we zoiets zeg maar in Breda hebben kunnen doen. Want je ziet dat we heel veel mensen bereiken. Ik vind dat de opkomst van dit jaar een stuk groter is dan vorig jaar. Zoals je ziet, veel meer teams. En het niveau is ook een stuk hoger. De Ramadan gedachte is eigenlijk hetgeen wat we het meest naar voren willen brengen. Dus niet zozeer het voetbal. Het voetbal is puur eigenlijk een middel. Het doel is dat je bij elkaar komt tijdens een periode, een mooie periode, zoals de Ramadan.